Twee leden van de legerleiding hebben hun decoratie met een gouden medaille laten uitstellen. Defensieminister Krishna Kumari Mathura vertelde tijdens de decoratie van 70 manschappen dat die leidinggevenden hun medailles hebben laten gaan naar manschappen die daarvoor nog in aanmerking moesten komen. Vandaag zouden ook de medailles worden opgesteld op twee leden van de legerleiding, de bevelhebber en de commandant marine. Maar dit is ook getuigd van leiderschap dat ze me gisteren appten en zeggen van minister, we hebben besloten om afstand te doen, niet nu, maar later wanneer we meer medailles hebben, kunt u dat voor ons opspelden. Laten we de medailles geven aan manschappen die nu in aanmerking komen. En ik wil ze bedanken. Dit getuigt en toont leiderschap. Dat wanneer het gaat om mooie dingen of erkenning en waardering, laat de manschappen dat als eerste krijgen. Mathura is trots op de hele legerleiding en is ingenomen met de mate van leiderschap die onderling loopt binnen de defensieorganisatie.